materiaal van klei. Deze versiers van werkpapier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Nou, in de Brainport-regio hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen om de wijk van de toekomst te realiseren. Dit wordt allemaal gedaan onder de werktitel Brainport Smart District. De stad is Helmond en de wijk is Brandenvoort. In de wijk komen ruim 1000 woningen die energiepositief en duurzaam zijn, waarbij sociale aspecten als gezond en vitaal aan bod komen. Met het klimaatakkoord in zicht willen bestuurders, activisten, CEO's, start-ups, burgers en meesters voor het eerst allemaal hetzelfde. Duurzaamheid schept een band en duizenden banen. Het brengt ons naar een Nederland waarin miljoenen mensen samen een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Dit geeft een ongekende bundeling van krachten, mensen, talenten en mogelijkheden. Dat is de nieuwe energie van Nederland. Dit alles begint met ideeën. Om deze ideeën een kans van slagen te geven, is de Spark Campus ontstaan. Deze innovatiecampus voor de bouw biedt iedereen de mogelijkheid om hun ideeën te realiseren. Hoe dit precies in zijn werk gaat en aan welke innovaties men kan denken, vertellen Jasper, Cassandra en Henk van Spark Campus. We zijn in een lab, een omgeving voor makers om producten te ontwikkelen, nieuwe producten. Dat is een omgeving waar nieuwe technologie wordt gebruikt. Technieken zoals lasersnijder, 3D-printer. Ook elektronica wordt veel gebruikt in dit lab. Juist om nieuwe producten te ontwikkelen. Zo, we noemen het prototype in het vakgebied. Schaalmodellen wordt vaak met 3D-printer gemaakt. Een schaalmodel bijvoorbeeld van een dakkapel, zodat mensen het kunnen vasthouden. Allemaal dingen die je dus met een 3D-printer kunt maken. Het belang van innovatie in de bouw mag duidelijk zijn. Heel veel maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzamingsvraagstuk, vragen gewoon om innovatie. Want we moeten met elkaar in 2050 energie-neutraal zijn. Dat betekent dat we aan de slag moeten. Het belang van dit soort plekken is dat eigenlijk technologie steeds toegankelijker wordt voor iedereen. Het zit niet meer opgesloten in R&D-afdelingen van grote bedrijven. Op dit moment wordt er hard gewerkt door heel veel organisaties in samenwerking met het onderwijs en de overheid om ook te zorgen dat die gebouwen wel duurzamer worden. Dat is ook belangrijk, dat wordt ook echt van de sector gevraagd. En daarnaast is het zo dat bouw ook verantwoordelijk is voor heel veel grondstoffen die gebruikt worden. Wat vrij nieuw is, maar wat echt al kan, is dat je eigenlijk je huis nu al kan bouwen op basis van biomaterialen. En ik ken zelfs iemand die op dit moment dat in Den Bosch ook echt aan het realiseren is. Eigenlijk zoveel mogelijk gebruik maken van biomaterialen. Nou, in dit lab doen wij onderzoek naar hoe we mycelium, ander woord voor schimmel, kunnen toepassen in producten. Nou, we doen hier met name onderzoek naar de groeieigenschappen van het mycelium. Welke materialen geven nou welk effect? Met gras krijgen we een heel licht product. En met zaagsel krijgen we een heel hard product. Of wellicht isolatiemateriaal. Kijk, zoals je ziet hebben we hier het mycelium met een grondstof laten groeien in een mal. Dit is de afmeting van een isolatieplaat. Deze gaan we nu testen op RC-waarde en brandwerendheid. Wellicht kunnen we dit in de toekomst bij de bouwmarkt terugvinden en ons huis daarmee isoleren. De ultieme droom is dat wanneer een land onderhevig is geweest aan een orkaan en heel veel beplanting is omgewaaid, we die beplanting gaan delven, verscherderen, gaan vermengen met mycelium, in een mal stoppen en dat daar wellicht huizen uit gaan groeien voor de mensen. Zodat we niet allemaal schepen vol met bouwmaterialen daarheen gaan sturen om die bijdrage aan de wederopbouw, maar dat we dat gewoon pakken van de restafvalstromen die er aanwezig zijn. Als de wereldbevolking blijft groeien van 6 miljard naar 9 miljard mensen in 2050, moeten we materialen voor de bouw gaan hergebruiken. Dat gebeurt nu nog maar met 5% van de materialen, maar dat moet veranderen. We bevinden ons in een nieuwe tijd. Een tijd waarin mensen, scholen en bedrijven het heft in eigen handen nemen. Waarbij zij zelf actief met hun ideeën aan de slag gaan. Zo ook in Eindhoven. Hier ontwerpt Team CASA met studenten van onder andere de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven een duurzaam huis dat volgend jaar in de Brainport Smart District in Brandenvoort zal worden gebouwd. Hoe dit traject loopt, vertelt Antoine Post van Team CASA.
Nou, we zijn vorig jaar met 8 studenten hebben gekeken naar de uitgangspunten die in ons concept moeten zitten. En daar is uitgekomen dat het comfortabel, betaalbaar en duurzaam moet zijn. Comfortabel, want dan willen mensen erin wonen. Betaalbaar, want dan kunnen ze erin wonen. En duurzaam, want dat is natuurlijk ons voorwaarde vooraf. En het gaat ook heel erg om de sociale kant. Want de manier waarop mensen wonen in een huis bepaalt ook heel erg hun ecologische voetafdruk. We zijn nu met 19 aan de slag en een aantal partners om dat volgend jaar in de eerste woning tot uitvoer te brengen. De eerste woning wordt gerealiseerd in Helmond, omdat er heel veel mogelijkheden zijn om de integratie van allerlei technologieën te onderzoeken en te monitoren. Bijvoorbeeld de warmteinstallatie, de seizoensopslag, ventilatie, warmtepompen, etc. En ook vooral hoe mensen zich daar dan bij voelen. En daarna gaan wij samen met bedrijven proberen te ontwikkelen naar een versie 2, een versie 3 en uiteindelijk om een hele slimme wijk te bouwen. Belangrijk is natuurlijk de juiste keuze maken in het zo efficiënt mogelijk opwekken van energie. Welke afwegingen men hierin moet nemen, vertelt Alexander Schiebroek. Het gaat over meer dan opwekken van energie. Het gaat om behoud van energie. Dus probeer je woning zo goed mogelijk te isoleren, dubbel glas, dat soort maatregelen. Gaat veel aandacht naar uit. Dan ga je energie opwekken. Je moet die energie opslaan, omdat het opwekken en het gebruiken is niet op hetzelfde moment. Dus dan moet je overbruggen. En dan ga je het gebruiken in je woning. Via de douche, via de verwarming, etc. Probeer zoveel mogelijk energie te winnen van een vierkante meter. Daar doen we hier heel veel onderzoek naar in de vorm van combinaties van stroomopwekking, warmteopwekking. En dan moet je de energie nog opslaan op een efficiënte manier. Want het moment van oogsten van energie en gebruiken valt vaak niet samen. Denk aan overdag en 's avonds, denk aan zomer, winter. En dan nog de goede apparatuur om het af te geven in een woning of gebouw. Ja, de testopstelling die je hier achter mij ziet, dat zijn aan de voorkant gewoon 8 zonnepanelen. Maar de onderste 4 die zijn omgebouwd tot PVT-paneel. Dus er zit aan de achterkant een thermische collector. Daar stroomt water doorheen. Dat water neemt gewoon heel simpel de warmte uit die zonnestraal op. Maar daarmee bereiken we dat uit dezelfde vierkante meter aan zonnepaneel ongeveer 2,5 keer zoveel energie gewonnen wordt in verhouding tot een gewoon zonnepaneel. En dat is natuurlijk heel interessant. Want die energie die we winnen, hoeven we niet meer op te wekken. Een andere nieuwe manier van bouwen is het zogenaamde 3D-betonprinten, dat op de Technische Universiteit van Eindhoven wordt uitgeprobeerd. Met behulp van de digitale tekening wordt een betonnen constructie laagje voor laagje opgebouwd. Het is duurzamer omdat er minder materiaal nodig is, het is efficiënter en gezonder voor bouwvakkers door het geautomatiseerde proces. Deze nieuwe manier van bouwen kan worden toegepast in Helmond, waar de wijk van de toekomst Brainport Smart District gerealiseerd gaat worden. Nieuwe innovatieve ideeën om de wijk van de toekomst te bouwen, nou, die zijn er genoeg. In de wijk Brandenvoort in Helmond komen al deze technieken samen en worden de toekomstige bewoners betrokken in het ontwerpen en ontwikkelen van deze wijk. Hier wordt de wijk van de toekomst gebouwd, van ongeveer 1000 woningen. Dus op een traditionele manier wordt een wijk zo gebouwd. Je krijgt dus rijhuisjes die bedacht zijn door architecten en projectontwikkelaars en gemeenten. En dan 40 jaar later zijn die huisjes voor de maatschappij niet meer interessant. En dan worden die gesloopt en dan krijg je gewoon afval. In de wijk van de toekomst ziet het zo uit dat wij sowieso compleet nieuwe manieren van bouwen hebben. Met mensen samen, participatie, duurzaamheid, geïntegreerd in het groen. Wat toch nog hier belangrijker is, dat in 50 jaar, als deze huizen voor welke dan nog niet meer interessant zijn, dan kan je die demonteren. En ergens anders weer herbruiken of zelfs de wijk aanpassen en veranderen en de wijk in een andere manier samenstellen. Wat je tegenwoordig ziet in een wijk van de toekomst is dat er veel meer sensoren zijn en dat er heel veel data beschikbaar is die, als je ze samenvoegt, heel veel waarde kan creëren voor de bewoners in zo'n wijk. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van de mensen, maar ook voor de mobiliteit. En als je dat op een goede manier doet, op een centrale plek, dan kan je daar heel veel waarde creëren. Dus wat we gaan doen is het verzamelen van de data in de huizen zelf, maar ook in de wijk. En wat je zal zien is dat er ook sensoren gaan hangen in de wijk die de luchtkwaliteit meten en de kwaliteit van het licht en het geluid. Zo'n sensoren die kijken niet alleen naar de luchtkwaliteit,
Maar die kunnen ook onder andere dingen zien van rijdt er verkeer rond. En dat keert ook weer terug bij andere toepassingen van sensoren. Denk aan parkeerplaatsen, waar men ziet of dat je voor een slagboom staat. Een kenteken wordt herkend, een slagboom gaat automatisch open. Maar ook in afvalbakken, het buitenmeubilair. Daar kunnen we van zien, is een afvalbak vol, is hij niet vol. Waardoor dat een heel efficiënt afvalbeheer weer mogelijk wordt. Dat zijn allemaal zaken waar sensoren in toegepast worden. Met de eindresultaten van de data kan er gekeken worden hoe de wijk functioneert op allerlei aspecten. Deze data kan gebruikt worden als stuurmiddel om de complete wijk te verbeteren. Aan de hand van deze informatie kunnen er voor specifieke situaties protocollen worden opgesteld. Deze leveren actief een bijdrage aan de kwaliteit van de wijk. Dit resulteert in een gelukkige en gezondere gemeenschap. De gemeenschap van de toekomst waarin de data eigendom blijft van de individuele bewoner. Nou, we gaan er weer even uit voor de reclame. Na de reclame zie je welke rol straatverlichting kan gaan spelen en welke basis er nodig is voor al deze innovaties. Welkom terug bij Doen We Duurzaam. Zometeen gaan we zien hoe en welke data men kan halen uit de verlichting van de toekomst. Maar eerst gaan we zien hoe een bouwgebied toekomstklaargemaakt kan worden. De wereld is in transitie. Smart cities worden werkelijkheid. Uitdagingen op het gebied van onze stedelijke omgeving, transport en mobiliteit, voorzieningen voor openbare diensten en energieprestatie zijn aan de orde van de dag. Om al deze uitdagingen te kunnen omzetten van theorie naar praktijk is er een verbindende factor nodig. Een verbindende factor die haar multitechnische dienstverlening tot realisatie kan brengen. Jacco Saman en Ad Schippers van SPI Groep laten ons zien hoe het containerbegrip Smart City tastbaar kan worden. Je kan denken aan Smart Cities in de vorm van hetgeen wat we hier op de achterkant zien. Een wereld die continu in de verandering is. Een veranderende wereld waarin zorg, welzijn, energietransitie, duurzaamheid en de hele digitale transformatie van data een hele grote belangrijke rol gaat spelen. Het zijn niet alleen de sensoren, maar het is veel meer. De ontwikkelingen om invulling te geven aan deze trends komen vanuit de technologie, waar heel veel sensoren beschikbaar zijn die via een communicatienetwerk worden opgeslagen in een big data. De data daarvan wordt middels applicaties gebruikt om juist die thema's te ondersteunen. En een van de dragers voor die communicatie is glasvezel. We zijn in Hees, in een poplocatie, waarin alle verbindingen bij elkaar komen van de FTTP. FTTP is voor bewoners, bedrijven en allerlei voorzieningen. Ruim 13.500 aansluitingen zijn hier met elkaar verbonden met 2,5 miljoen kilometer glasvezel. Project gezamenlijk met e-fiber. De voordelen van glasvezel zijn onder andere door de grote groei aan data is glasvezel een unieke laag die voor de communicatie zorgt. Een aantal voorbeelden waarvoor we glasvezel gebruiken zijn metingen middels sensoren van fijnstof, ultrafijnstof, grasgroeisnelheden, maar ook auto's die door de straat heen rijden, verkeersinformatie, veiligheid met camera's. Je kunt er allerlei dingen denken. Deze glasvezelnetwerken vormen de basis voor de nieuwe technologieën welke toegepast gaan worden in de steden van de toekomst. Een van de voordelen van een groot glasvezelnetwerk is de mogelijkheid om al deze nieuwe technieken aan te kunnen sturen. Hoe het aansturen van objecten op afstand precies werkt, laten we zien in het Network Operations Center in Os. Dit is het Network Operations Center in Os. Hier zijn netwerkspecialisten aan het werk die netwerken ontwerpen en beheren. Netwerken, dan moet je denken aan wifi-netwerken, aan glasvezelnetwerken, aan coax-netwerken. Allemaal netwerken die te maken hebben met telecommunicatie. Naast het ontwerpen beheren wij die netwerken en we zorgen ervoor dat die continu up-to-date blijven. Klanten informeren van wat ze het beste kunnen doen met een netwerk, hoe ze het beste kunnen onderhouden. En dat is wat hier hoofdzakelijk gebeurt. In de toekomst ga je zien dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van slimme technieken, slimme toepassingen om netwerken, communicatienetwerken, live te monitoren. De beschikbaarheid van zo'n netwerk is enorm belangrijk. Dus als we dan live monitoren, dan is het belangrijk om te weten waar is de schade en waar is de schade exact. Kijken in een gebouw
niet alleen kijken naar het glasvezelnetwerk, maar ook kijken naar, is het licht nog aan? Is de luchtvochtigheid goed? Is de temperatuur in het gebouw goed? Alleen maar om te garanderen dat zo'n netwerk blijft werken. En we zijn natuurlijk allang die gewone dingen gewend, zoals digitale informatie over een stad, waar we naartoe moeten rijden, wie wat moet doen. Maar dit zal toch echt wel de toekomst zijn die daar heel snel bij gaat komen. Die beleving van zo'n smart city zit natuurlijk niet in die smart city zelf. Die zit in de bezoeker, in de bewoner, in het bedrijf waar daar gevestigd is. En je zult in de toekomst gaan zien dat we een stad steeds groener gaan maken. Maar om te maken moeten we meten. Meten is weten. Al die data gaan we verzamelen. Je kunt je voorstellen dat we straks meten waar de luchtvervuiling zit, zodat we weten waar we de fijnstof moeten afvangen. Of we kunnen straks slimme software inzetten om te zorgen dat een camera iets detecteert wanneer in de haak is, maar dat we ook meteen weten welke actie er ondernomen moet worden via slimme software. Daar hebben we allemaal netwerk voor nodig. Wat je nu al lang hebt, is alle informatie van een stad of van een dorp, hoe je er moet komen, waar je moet gaan staan, hoe je er doorheen moet lopen. Maar er zijn toepassingen die er al zijn, maar die zullen toch wel sneller uitgerold gaan worden. Een voorbeeld van verduurzaming van de leefomgeving op openbare plekken zien we bijvoorbeeld terug in de tunnels van de toekomst. De LED-veiligheidsleuning is hier een goed voorbeeld van. Door de vele functies die deze leuning heeft, worden dan ook bijzondere eisen gesteld aan installaties en toepassingen. Je ziet hier de veiligheidshandrail, toepasbaar in zorg, industrieën en in tunnels. Hij is modulair uitbreidbaar en hij zorgt ervoor dat je op een veilige manier door het pand, door de locatie, door de tunnel veilig naar buiten kan. Er is een grote diversiteit beschikbaar aan nieuwe producten en diensten in de markt die naast dit veiligheidssysteem beschikbaar zijn om toe te passen in de verschillende omgevingen. Denk hierbij aan plasmafilters, sonars, allerlei sensoren voor binnen en buiten, waarbij we met elkaar de data verzamelen, bijeenbrengen, waarna we de data kunnen analyseren om daarmee goede nieuwe producten en diensten te kunnen leveren in de markt. Smart cities zijn omgevingen waarin je kan innoveren, combineren, zodat er een duurzaam open partnership ontstaat. We leven in een technologisch snel veranderende wereld. De publieke ruimte verslimt razendsnel en wordt steeds concreter. Nieuwe technologie vormt erbij de ogen, oren en andere zintuigen van de publieke ruimte. Hoe de markt hierop inspeelt en welke ontwikkelingen er zijn op dit gebied, laat Nick de Jong van Sustainer ons zien. De steden worden steeds drukker waar we wonen en leven. En zelfs overal waar je komt is wel iets aan de hand. En eigenlijk stelt technologie ons in staat om dat heel erg goed in de gaten te houden, zodat we het allemaal veel schoner of duurzamer of leefbaarder kunnen maken. Dus slimme lantaarnpalen helpen eigenlijk daarbij. Er staan 3,5 miljoen lantaarnpalen alleen al in Nederland en in Duitsland 10 miljoen. Dus in elk land heeft ontzettend veel lantaarnpalen die eigenlijk overal staan. Die staan op stroom, die staan netjes op 6 of 10 meter hoogte. Dus die zijn bij uitstek geschikt om te meten wat er aan de hand is in de buitenruimte. En zelfs, en dat is natuurlijk echt heel bijzonder aan het lantaarn, ze hebben ook dat licht zelf al, waardoor ze zelf ook iets kunnen doen als ze iets registreren in de buitenruimte. Dus de lantaarnpaal is een heel logische plek om die smart cities mee inhoud te gaan geven. En het leuke is dat we op dit moment, omdat we ook überhaupt met een grote verduurzamingsslag bezig zijn, we willen al met z'n allen minder stroom verbruiken, dat er eigenlijk ook een soort vervangingsslag op dit moment plaatsvindt van die lantaarnpalen, die ze gaan over naar LED. Nou, je zou eigenlijk dat moment heel goed aan kunnen grijpen om niet alleen over te gaan naar LED, maar ook de basis voor dat meten en weten, we noemen dat zelf de ogen en de oren van de smart city, dus de basis te leggen voor het meten en weten wat er precies gebeurt in de publieke ruimte. Bij het ontwikkelen van een slimme armatuur moet je goed nadenken hoe je omgaat met toekomstige ontwikkelingen. Want eigenlijk gaat de technologie zal steeds sneller voortgaan. En je wil niet elke 2-3 jaar je lantaarnpaal verwisselen, net als je mobiele telefoon. Dus je moet goed nadenken, hoe ga je dat dan ontwerpen? En hoe dat hier ontworpen is, is dat we eigenlijk het licht gescheiden hebben van het stuk waar de elektronica in zit. En het stuk wat de elektronica in zit, dat noemen we, heet een cassette. En die cassette die kan je heel makkelijk verwisselen. Als je hem nu koopt, zit er in die cassette de dingen die je nu weet.
Dus bijvoorbeeld op basis van een lichtsensor, zodat je op basis van lichtintensiteit het armatuur kan schakelen. Maar er zit ook bijvoorbeeld een scheefstandmeter in, dat als iemand tegen de mast aanrijdt, dat je door kan geven dat hij scheef staat. Maar er zit ook een kompas en een GPS in, dat als hij eenmaal geïnstalleerd is, dat je precies kan zien waar die staat. Maar je weet gewoon dat over een jaar of 5 of 2 of 10, of in ieder geval ergens een punt in de toekomst, gaat er een moment komen dat je ook iets anders wil. Nou, op dat moment wordt er een nieuwe cassette gemaakt, waar die nieuwe spullen in zitten. Dan ga je naar het armatuur. Dan verwissel je de cassette gewoon. En dan neem je de oude cassette weer mee terug. En die maak je weer helemaal netjes. Die gaan we natuurlijk niet weggooien. Die gaan we natuurlijk zoveel mogelijk hergebruiken. En daardoor ook een duurzame oplossing voor zo'n hardware aanpassing brengen. En daardoor ben je eigenlijk heel erg toekomstvast. En dat is nodig, want de toekomst is heel onzeker. Door de inzet van slimme armaturen kan je eigenlijk de stad schoner maken, duurzamer maken, veiliger maken. Want je weet gewoon precies wat er gebeurt. Dus je kan ook, als je iets constateert, kan je erop handelen. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we de gemeente. We moeten heel nauw samenspel met gemeente en andere partners die ook allemaal bezig zijn. Dus we moeten met z'n allen een inspanning leveren om die stad veiliger en duurzamer en schoner te maken. Maar het kan wel. En dat is misschien ook wel iets, een laatste boodschap die wij heel belangrijk vinden om te geven, is dat ondanks dat er in de toekomst allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen komen, is er eigenlijk geen enkele reden om vandaag niet te beginnen met de stad duurzamer te maken. En alleen moet je dat dan wel doen met een toekomstvaste modulaire oplossing. Maar ik zou vooral vandaag al beginnen en niet wachten totdat alles ontwikkeld is, want dat gaat nog heel lang duren. Leuk dat je hebt gekeken naar onze interessante aflevering over Smart Cities. Onze tijd zit er helaas weer op, maar volgende week ben ik weer terug met nog een mooie interessante aflevering over Smart Cities. Tot volgende week en ik hoop dat je weer kijkt.